Ja, hallo lieve vrienden, een hele goede morgen nog. Ja, het is net 11 uur geweest, ik denk hoe laat leven wij eigenlijk? 11 uur geweest, ja, 1 minuut over 11 en we leven op 16 augustus. En het is vrijdag, vanmiddag komt Astrid weer, maar ik moet straks om 12:30 eerst bij de fysiotherapie wezen. Ja, dat, ik heb een broodje voor mijn neus, ik heb koffie voor mijn neus. Dus ja, dan gaan we straks weer vol op de tegenaan. En jullie weten, ik mag daar absoluut niet filmen. Nee, dat willen ze er niet hebben. Dus ik hoef jullie ook niet mee te nemen. En vanmiddag, ja, Astrid is er, dus ja. Of ik filmen kan, dat is vraag 2. Dus ja. We merken het wel. We zullen het wel beleven. En ik hoop dat het morgen toch zo mooi weer is ook, hè. Ja, dan kunnen we naar de dijk, naar het zwemmen voor spieren. Ja, spieren voor spieren heet het. En dan zwemmen ze vanaf Den Helder. En het lijkt net of ze heel raar zwemmen, want ze zwemmen eerst een andere kant op. Voordat ze naar Texel toe zwemmen. En dat is de reden vanwege de ene laag en de andere laag qua onderstroming en bovenstroming. Ja, en dan moet je die kant op zwemmen, dan weer die kant op. Het gaat niet in één rechte lijn, nee, dat kan niet. En ze gaan het door een vaargeul heen, hè? En dat is levensgevaarlijk. Ja, en het is maar een 4 kilometer wat ze af moeten leggen. Ik doe het sowieso al niet na. Ik heb wel wat zwemmen als ik al bij water kan komen. Ik kan zwemmen. Maar ik ga niet 4 kilometer achter elkaar zwemmen, dat kan ik al niet eens. Nee, dan ben ik al uitgeput. Maar dit zijn getrainde, geoefende mensen die dagelijks op zwemmen zijn. Ik vind het toppie dat ze nou ook wel even goed geld bij elkaar halen voor die kindertjes die ook een spierziekte hebben. Ja, en dat daar ook veel leed bij weg wordt geholpen. En ik hoop ook zo, want ze doen het niet alleen. Er staat een kind centraal voor. Maar er zijn meerdere spierziektes dan alleen nog maar. Ja. Ik weet het zo uit mijn hoofd allemaal niet. Hè, maar in ieder geval, je hebt zoveel soorten spierziekten. Mijn man die had ook een spierziekte: mitochondriale myopathie. Een heel lang woord. Of er een kort woord hiervoor is, ik weet het niet. Het zijn de kacheltjes in je cellen, die, ja, kacheltjes die het niet meer doen en weet ik veel. En dan denk ik er een hoop gelijk van, oh, hij kan het niet meer warm krijgen. Nee, hij had het nog altijd warmer dan dat ik het had. Daar had het niks mee te maken. Ik weet het verder ook allemaal niet. Als je het wil weten, zoek het op bij Google. Die weet meer dan ik, ja. Maar in ieder geval, hij is er niet eens niet aan overleden, want hij had er mee oud kunnen worden. Ja, hij markeerde meer dan dat we wisten. Maar daar hebben we het nou niet over. Maar over spierziekte voor de kindertjes. Ja. Ik hoop dat we die in ieder geval draaglijker leven kunnen krijgen door al die onderzoeken die er voor door dat ingezamelde geld wordt gedaan. Ja. Ik zou zeggen, kom andere jaar eens kijken. Ja, kom andere jaar naar Den Helder toe. Kom massaal naar de dijk. En ja, geniet ervan. Ja, neem je camera mee. Neem je fototoestel mee. Neem alles mee waar je beelden mee op kunt nemen. En geniet. Ja, het is grandioos. Nou, lieve vrienden, ik ga mijn eten doen. En mijn koffie doen. En ja, ik zie verder wel wat ik ga doen tot ik weg moet. Ik zou zeggen, tot dan! Ja, lieve vrienden, uiteraard is het alweer 8:30 geweest, 's avonds. We hebben al gegeten, al lang al, want Astrid is ook al lang al weer naar huis. Maar ik ben er niet eerder op toegekomen om nog eventjes de camera te pakken. Dus bij deze doen we dat even. Ja, want ik ben druk bezig geweest. Ook op de computer. Ik heb de camera leeggehaald. Dit stukje moet er nog bij. Ik ben aan het renderen de verjaardag van Karin van vorige week. Dus ja, dat komt ergens 2 weken verder op. Maar dat doet er niet toe.
Als het maar komt. Ja, en als jullie maar lol hebben. Ja, allemaal leuk en aardig. Maar dat komt ook allemaal wel goed. Ja hoor. Foto ligt lekker te slapen met zijn kap op. Waar Ewen is, Joost mag het weten. Waar Gandalf is, weet ook niet. Het enige wat ik weet, dat is miezer. Ja, niet lekker weer is. Maar dat doet er ook allemaal niet toe. Ik geniet wel van mijn avond. Jazeker. Ik ga zo meteen lekker een bakje koffie maken. Ik ga een plaatje maken. En dan ga ik naar Facebook toe. Noem maar op. Ik heb nog druk vanavond. Maar ik ga zeker van mijn avond genieten. Ik hoop dat jullie dat ook gaan doen. Ja, en voor daarna, voor na jullie avond, wens ik jullie allemaal welterusten. Lekker slapen. En ook weer gezond op zien te staan. Ja. Maar eerst naar Dromenland. Ja, we gaan eerst allemaal lekker heerlijk dromen. Van leuke dingen. Van fijne dingen. En dan heet de meester de Wit de volgende dag er tegenaan. En dat probeer ik ook alle dagen weer te doen. Ook wens ik jullie een heel fijn, mooi, liefdevol weekend. Het kan al wel naar binnen. Maar ja, ik heb alles weer op elkaar gezet. De lampen zitten er ook weer achter. Dus ja, ik heb alles weer op. Maar kan dat wel naar binnen. Dus doen we dat. Ja, en de krant van zondag is er al. Zondagskrantje. En die man, daar krijg ik de zenuwen van. Ja. Die doet het niet zoals het behoort. Hij is nou wel vroeg gekomen, maar normaal gesproken is het pas na 9. En dan moet je niet schrikken dat je ongeveer om rond 11:30 je brievenbus hoort. Dan gooit hij nog eens een keer je krant naar binnen. Mag niet. Nee, je mag maar tot 9 uur lopen. Dat hij niet. Dan weer zo laat, dan weer zo laat. Nou is het tijd. Maar moet je kijken wat hij allemaal nog bij hem heeft. Redt hij niet voor de nacht? Nee hoor. Maar oké, hoe die het s'nachts ook heb, ik weet het niet. Want dan komt hij rond 11:30 hier nog eens een keer bij de brievenbus. Als die laat is. Maar dan moet hij ook de hele wijk nog verder door, hè? Dus ja, ik vind dat niet mogen. Het mag ook niet. Ik heb al een aantal keren een klacht ingediend bij die krant. Ze praten met hem. Maar hij doet er niks mee. Nee, nou geef dan zo'n persoon ontslag en neem iemand aan die zijn werk wel goed weet te doen. En niet s'avonds na 9 en zelfs midden in de nacht nog een keertje komt. Dat vind ik niet meer horen, nee. Ik ben niet de enige met een hond. Er zijn honden die gaan aanslaan, zodat men weer wakker wordt. De buurtkindertjes. Kleine kindertjes worden wakker van geblaft. Je zit er wel weer mee, diegene die er wakker door worden. Zijn schuld, hè? Maar ja, wat doen wij eraan? Twee keer niks. Maar oké, lieve vrienden, geniet. Ik ga doen. Duimpjes omhoog. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei!